ben Ries van Spronzen, werkzaam bij Vernieperen sinds 17 jaar als productmanager sierteelt. Voornamelijk ben ik in contact met fabrikanten over chemische middelen die er nog zijn en over de toekomstige groene middelen. Je hebt met etiketering te maken, ook met groene middelen, daar is een toelating voor nodig. Dus we moeten daar ook steeds meer kennis van hebben om het goed te kunnen adviseren bij onze klanten. Vooraf gaan we met de kweker zitten, we bepalen welke strategie we gaan volgen. Dat is vaak ook nog wel soortafhankelijk, als ik dan over chrysanten praat. Vergroening bij ons in de chrysantenteelt uit zich door de vraag van de klanten, zodat er zo min mogelijk residu op het gewas achterblijft. En wij vinden het zelf ook prettig, omdat het minder het milieu belast. We kijken altijd, wat is de situatie op het bedrijf, welk assortiment is er, welke afnemers heb een kweker, waar ze naartoe moeten. En dan maken we een passende strategie die voor dat bedrijf van toepassing is. Een specifiek voorbeeld van onze biologische gewasbescherming is de trips te bestrijden met cucumerus of met mondorensis en de spin te bestrijden met de phytocyclus. Je biologische bestrijding die zet je als basis in. Mocht het zo zijn dat het toch niet helemaal naar wens verloopt, dan heb je altijd toch het liefst een groen middel nodig, waardoor je biologische bestrijding zo min mogelijk schaadt. Er zijn nog zat uitdagingen voor de toekomst en die gaan we zeker niet uit de weg. Met het middelenpakket wat we nu nog voorhanden hebben, willen we er zeker nog een hele mooie toekomst maken voor de chrysantenteelt en voor andere teelten binnen de sector.